Vandaar ben ik hier ter plaatse op de Gentse feesten en ik heb gehoord dat er een alternatieve stoet was. Want morgen is er ook een stoet, maar deze stoet is iets speciaals met een andere betekenis. Jawel, voor de eerste keer dit jaar is er de Gentse feesten, die start op een vrijdag. Maar het stadsbestuur heeft beslist om de officiële paradestoet toch op een zaterdag hoop te laten doorgaan. Maar dat is absurd, hè? Dat is lekker in een douche kruipen. En dan, nee, eerst de kleren aan doen en dan in een douche kruipen. Hoor. Dat is de alternatieve stoet van de pleinen hier. Ja. Dat is de stoet van de pleinen en van de alternatieve organisatoren, gelijk Cirque, gelijk de Vlassenmacht, gelijk Trefpunt uiteraard. De stoet van morgen, dat is een ander soort stoet. Dat is zogezegd een officiële stoet, maar dit wordt de eerste stoet. Hoeveel kilometer heb je al gereden? Met die heet? 80.000 denk ik. Ah, maar dat is wel de moeite, want het is wel een schone auto. Hallo, wat stelt deze caravan voor in feite? Mark is het best, maar ik ben de woordvoerder. Ja, wat is de bedoeling van deze caravan? Dat is de caravan van het Gens boterhammenkot dat op de Vlasmarkt staat al jaren. Hebben de mensen in Gent honger, denkt u? Voor het moment niet vreemd, want het is vrij warm. Hè? Die nu vlakken smelt ook. Ja, veel mensen zijn precies pizza aan het eten hier. Ja, maar ja, dat de mensen geen smaak hebben, dat wisten we al lang. Hè? Excuseer, wist u dat er vandaag een stoet was? Een stoet? Nee. Ik kom van Brugge, ik had er geen idee van. Maar het is enorm grappig, echt. Ik heb hier al een paar filmpjes gemaakt, dat is echt... Het is chic. Hey, het is hier een groot feest vandaag. Ja, het is een feest. Vindt u dat u een alternatief bent? Alternatief? Wij zijn het betere alternatief, dat is waar.